Steven Warmans, man of the match vandaag. Gefeliciteerd allereerst. Eerste overwinning van het seizoen thuis tegen MVV. Het was moeizamer dan op het eerste 20-25 minuten. Ja, uiteindelijk dan in eerste geval. Ja, de eerste 20 minuten, 30 minuten hadden we veel bal bezit. Voetbalden ook gemakkelijk tussen de linies door. We speelden middenveld goed vrij, denk ik. Van daaruit richting aanval creëren we nog niet zoveel kansen. Uiteindelijk denk ik dat het een goede goal waar we scherp zijn. Steve die pakt de afvallende bal. Stenning komt er niet. Daarna worden we wat, wat je al zegt, wat slordig. We geven het wat uit de handen en daarna meebrengen we eigenlijk ook weer terug in het spel. Hè. Dan geef je in de gedachte dat er wat te halen valt hier. En dan krijg je een vechtwedstrijd, dus wat er nu hebben gespeeld. Ik denk normaal gesproken. Ja, je wint hem wel. Tweede helft was MVV wel beter, toch? Ja, ze hebben druk op ons doel gezet. Ze hadden denk ik wat vaker de bal. We kwamen er aan de zijkant soms wel gevaarlijk door, maar echt op grote kansen heeft dat niet geleid. Dus ja, wat dat betreft hebben we het goed gedaan. U komt over van Jong Heerenveen. Ik kan me voorstellen dat er tussen de competitie en de jonge teams super liggen wel een verschil zit. Dus eigenlijk aan de duels die jouw inzet erin niet afgelezen. Ja, er zit wel een verschil en ik ben daarvoor gewaarschuwd. Dus ik was er op attent. Ik heb gedaan wat ik kon. Het heeft goed uitgepakt denk ik vannacht. Hoe staan we daar? Ja, dat is misschien waarvoor ik ben gehaald en dat probeer ik zo goed mogelijk uit te voeren, wat ik al zeg. Ja, vandaag ging het goed. Hoe belangrijk zijn die eerste 3 punten nu van dit seizoen? Ja, heel belangrijk. De trainer heeft er ook op gehamerd. Hij heeft mij natuurlijk verteld dat het vorig seizoen is verlopen en dat het ten koste van alles niet weer mag gebeuren en dat zo'n eerste overwinning dan heel belangrijk is. Dus dat geeft wel aan hoe belangrijk het was, ook voor de supporters, de mensen om de club heen, voor de spelers zelf, voor de staf. Geef vertrouwen dat we op de Goed, dankjewel. Succes volgende week in Amsterdam. Dank u wel.